Momenteel staan 6 punten los met nog 3 wedstrijden te gaan, dus het gaat goed. We hebben 5-2 gewonnen tegen de directe concurrent. Zij stonden 3 punten onder ons. Dus als we deze, het was een 6-punten wedstrijd. Als we deze wonnen, staan we zoals we nu ervoor staan. Nou, vooral plezier houden in het voetbal. We zijn ook een vriendenteam, dus vooral niet zeiken op elkaar. Leuk voetballen, de bal laten spelen. En zoals net al zei, gewoon plezier hebben. We staan nu eerste. Met 2 wedstrijden meer dan de nummer 2. Alleen we hebben wel 1 keer gelijk gespeeld. En de nummer 2 die heeft tot nu toe alles gewonnen. Dus als wij volgende keer 18 mei tegen CVV, die staan tweede. Als we tegen hun winnen, dan zijn we kampioen. Als het goed is, als we alles winnen. In principe 4 mei, wanneer we de volgende wedstrijd hebben. Als we dan winnen en de concurrenten laten punten liggen, dan zijn we er. Maar sowieso 11 mei om 3 uur, thuis bij SV Barum. Kom allemaal kijken. Sowieso wel met 1. Ik ga er vanuit 2 eigenlijk.